In deze aflevering van Zomervisite gaan we op bezoek in Westmaas en Waal. Op het gemeentehuis in Benin-de-Leeuwen werden we ontvangen door de nieuwe burgemeester van die gemeente, Vincent van der Bos. In een openhartig gesprek praten we met Vincent over onder andere zijn tijd als wethouder in Neder-Betuwe, zijn burgemeesterschap van Westmaas en Waal en zijn sociaal-democratisch hart. Vincent van harte welkom, Zomervisite editie 2018, burgemeester van Westmaas en Waal, op zeer jonge leeftijd, ja, je hebt nog een hele voorgeschiedenis hier al voor. Hè? Je bent geboren in Dodewaard, als ik goed ben geïnformeerd. En op hele jonge leeftijd zei je al, ik heb een anekdote gehoord met de burgemeester die daar woonde. Van nou, Vincent, toen Vincent nog een Vincentje was, wat wil jij later worden? En toen zei Vincent, burgemeester. Ja, zat er al vroeg in. Je bent zoals gewoonlijk goed geïnformeerd, Rini, dat klopt. Ja, wij kregen vroeger bij ons thuis burgemeester Grolberg over de vloer. Was de burgemeester van toen nog Dodewaard? Dat was de burgemeester van Dodewaard. Die kwam met enige regelmaat rond etenstijd bij ons thuis. Mijn vader was toen wethouder, die is een jaartje wethouder geweest in Dodewaard. Dus vandaar. En is daar ook de voorliefde van het politieke spel, de betrokkenheid bij politiek ontstaan? Nee, niet vanuit daaruit. Meer vanuit het feit dat, ja, ik woon ook een beetje in een politiek buurtje. Sjaak Vondel woonde tegenover ons, jou misschien ook wel bekend, oud-wethouder voor de Partij van de Arbeid. Van Ingen woonde op de hoek. Henk Vreeswijk woonde in de buurt. Kees van Hattem van de ChristenUnie. Ja, zo was het eigenlijk een Dodewaards politiek buurtje waar ik ben opgegroeid. En veel speelde zich dan af ook bij ons aan de keukentafel waar ik altijd met gespitste oren tussen zat. En hoorde jij toen al dingen van, oh, daar ben ik het helemaal niet mee eens? Of, oh, oké, of werkt het zo? Of hoe ging dat in zijn werk? Ik kom, zoals men dat altijd zegt, uit een rood nest. Mijn vader was van de Partij van de Arbeid. De rest van de familie was ook overtuigd. Zoals logisch. Socialist, ja. Sociaal-democraat. En dat was eigenlijk heel logisch. Ik ben zo opgevoed. En vervolgens start je dan die carrière, hè, zullen we maar zeggen, de politieke carrière. En kom je uit in Neder-Betuwe. En je wordt daar uiteindelijk wethouder. Ja. Even, we maken een paar stappen, even, we gaan heel snel. Was dat logisch voor jou? Heel veel in mijn leven hangt van toevalligheden aan elkaar. Dit was wel een ambitie om wethouder te worden. Net zoals dat ik als kind burgemeester wilde worden. Die ambitie kwam toen ik politiek actief werd. Ik ben met de herindeling in 2001, 2002 ben ik raadslid geworden op mijn 20ste, meen ik. Dus ook en hartstikke jong. Ook jong. Eigenlijk wist ik van toeten nog blazen. Ik had wel veel drive en ik bedoelde het goed, maar ik moest nog heel veel leren. Dat heb ik ook in 8 jaar tijd als raadslid ook gedaan. En je hebt zelf geschiedenis gestudeerd, hè? Ja. Dus helemaal niet, zeg maar, een achtergrond ergens dat je iets te maken had met politiek. Nee, maar wat je ziet bij veel mensen die geschiedenis studeren, is dat ze wel een brede interesse hebben in mens en maatschappij en graag willen begrijpen waarom dingen in elkaar zitten zoals ze in elkaar zitten. Dus en waar het vandaan komt, in je karakter. Ja. En waar het vandaan komt. Ja. En dat heb je daar, wat heb je precies gedaan? Hoe bedoel je? Met geschiedenis, met die studie? Niks, ik heb niks met die studie gedaan. Nee, okay. Ik ben op een gegeven moment ben ik gaan werken bij BMC, bij een adviesbureau. Ja, dat is een bureau, en, groot bureau dat gemeentes adviseert. Onder andere non-profit instellingen, gemeentes, andere overheden. Daar ben ik als trainee gaan werken, als junior adviseur. En ik ben daar een beetje automatisch in de WMO-hoek beland, maar ook in de AWBZ-financiering. Dat was in de tijd dat ook veel mensen te maken kregen met de pakketmaatregelen, AWBZ, een ambtelijke term voor het afschaffen van heel veel begeleiding en dagopvang en dagbesteding van veel mensen. En dat heeft me heel veel geleerd over verschillende doelgroepen en mensen die erachter zaten. En op die manier had ik een hele goede kennisbodem voor het werk als wethouder daarna, zo rond mijn 28ste. Want de grote taak toen voor gemeentes en ook voor de onze was. Praten we over gemeente Neder-Betuwe? Neder-Betuwe toen de tijd. Was zorgen dat je fatsoenlijke ondersteuning organiseerde voor mensen met een beperking. Ja.
En dus ja, ook dat werk bij BMC was daarvoor een goede leerschool. Ik heb eigenlijk ja, veel uit de praktijk geleerd. Ja, nou, dat heb je gebruikt, die kennis. En dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Want ook NEDB staat bekend als voor mensen met een beperking. Althans, laten we zeggen, lagere sociale klasse in zijn algemeenheid. Dat het daar voor die mensen goed toe is. Nou ja, goed, die indruk had ik wel. Voor zover dat je dat zo kunt zeggen. Ja, nou ja, goed, wat toen wel gelukt is. En dat was een eigen vreemde, gezamenlijke inspanning. Ook met heel veel ambtenaren die heel hard hebben gewerkt. Is dat het ons toen gelukt is om voor iedereen die ermee te maken had 100% zorgcontinuïteit te garanderen. En dat was een mooie prestatie. En ook binnen het budget dat daarvoor voor stond. We zijn nog een jaartje eerder gestart toen met de kernpunten noemden we ze, sociale wijkteams. En dat was ook heel bewust, want door een jaar eerder te starten konden we alle schoonheidsfoutjes er ook uithalen. Want we wilden zeker weten dat op het moment dat mensen echt afhankelijk van ons zouden zijn, dat we in ieder geval alle praktische problemen het hoofd geboden hadden. En we hebben dat systeem ook mooi kunnen ontwerpen met de mensen uit de praktijk die het betrof. Dus mensen uit de zorg, uit de welzijnssector, huisartsen, praktijkondersteuners. En eigenlijk hebben we het niet veel moeilijker gemaakt dan mensen de vraag stellen, goh, in die nieuwe situatie, hoe zou je dan je werk willen doen? En aan inwoners die afhankelijk waren van zorg of gebruik maakten van zorg, de vraag stelt, goh, je hebt nu een bepaalde ervaring, hoe zou je graag willen dat het in de toekomst gaat? Nou, dat hebben we allemaal aan elkaar geknoopt en dat is uiteindelijk toen dat systeem van de kernpunten geworden. Nou, als we nu naar bijvoorbeeld Tiel kijken, daar is het hele verhaal rondom de WMO. Ja, mogen we best wel zeggen, een hoofdpijndossier. Als je kijkt naar de ontwikkelingen uiteindelijk, hè, met die totale zorg, en dat het moeilijk is om dat als gemeente te financieren, hoe zie jij dat? Ja, goed, ik denk dat dat niet specifiek voor de zorg geldt. Ik denk dat, dat ieder dossier voor een gemeente altijd lastig is om te organiseren en complicaties met zich meebrengt. Je hebt het uiteindelijk, het werk wat wij doen is altijd werk voor en met mensen. Uh-huh. En dat brengt, mensen zijn geen robots, dus dat brengt altijd spannende situaties met zich mee. De kunst is altijd om achter alle papieren en achter alle structuren te kijken en steeds die mens te blijven zien. Op zoek naar de menselijke maat aan alle tijden. Menselijke maat aan alle tijden en ook altijd bereid zijn om aanspreekbaar te zijn op keuzes die je maakt, op plannen die je hebt. Je daar ook niet achter willen verschuilen. En daar kom je een heel eind volgens mij. Uiteindelijk in NEDB we op een niet zo leuke manier daar moeten vertrekken. Nee. Maar wel hartstikke mooi, als duveltje uit het doosje zou ik bijna willen zeggen, burgemeester van West-Maas-en-Waal. Dat is een stukje erkenning. Nou, dat weet ik niet. Ja, zo zou je het kunnen nou, zien. Je kunt zelf wel zeggen van, goh, ik heb capaciteiten. Maar een raad moet het daarmee eens zijn met zijn voordracht. Ja. De commissaris van de Koning, en dan gaan ze maar door. Ja, ja, jij zegt het. Ja. En dat moet niet, dat kan niet anders als prettig aanvoelen? Nou, sowieso. Ik was weer aan het werk. Ik zat niet thuis. Bij muziek, hè? Nee, bij de GGD. Ik heb in de tussentijd mogen werken als procesmanager antibiotica resistentie. Dat was een programma met de GGD en de Radboud UMC in Gelderland. En het was op zich een hele interessante en leuke klus. Maar ja, ondertussen zat ik ook niet stil. En had ik ook wel mijn ambities ook bij de commissaris kenbaar. Ja, dat vroeger al geroepen, hè? Ik wil burgemeester worden, burgemeester. Ja, ja, ja. Ja. En ja, ik ben ontzettend blij dat het zo heeft uitgepakt en dat, ja, dat de mensen hier in mij het vertrouwen hadden. En ja, je had vroeger al vanuit zeg maar het riviergebied, de overkant, hè, laten we maar zeggen, van het water, had je al interesse in de carnaval. Dan val je hier met de neus in de boter. Nou, carnaval vieren deed ik in Herreveld, dus ja. Dat deed ik op zich nog wel aan de noordelijke kant van de Waal. Maar goed, ik wist dat mijn voorganger, oud-burgemeester Thomas Steenkamp, wegging. Ja, en op dat moment wilde ik weinig liever dan hem opvolgen. Ja, had je nog meer al raakvlakken met West-Maas en Waal voor die tijd? Nee, eigenlijk niet. Ik heb mijn hele leven op hemelsbreed, 10 kilometer afstand gewoond.
Maar ja, net zoals zoveel mensen over en weer, ja, die Waal is toch een soort van geografische en mentale barrière. Hè? Op zich wel zonde, hè? Het is boven de Waal en onder de Waal. Ja, zonde. Als je gewoon naar de praktijk kijkt, kijk, ik ben nu een halfjaartje, dan zie je ook dat dat voor heel veel mensen ook niet geldt. Dat heel veel familierelaties over en weer zijn. We zien hier in Beneden-Leeuwen zien we dat er steeds meer mensen uit Ochten, uit Echteld, uit Kesteren, uit Tiel omgeving aan deze kant komen wonen. Nou, we hebben hier de Zandstraat in Beneden-Leeuwen, mm-hmm. Dat is een winkelcentrum wat... Nou ja, misschien ga ik overdrijven, maar toch wel kan wedijveren met de binnenstad van Tiel. Tenminste, dat vinden ook veel consumenten uit Tiel, gelukkig. Ja. Dus ja, er is soms klopt. Meer wat verbindt dan dat je in eerste instantie denkt. Het is een mooi dorp en heel veel voorzieningen zijn er. Het zijn acht hele mooie dorpen met alle acht hun eigen identiteiten en unieke kwaliteiten. Kijk, zo'n Beneden-Leeuwen is wat groter, maar een Appeltern... is ook prachtig, zie je nou bij de zomer in Gelderland. Maasbommel met zijn haven. Fantastisch. Ja, een stukje buitenland in Nederland. Een stukje vakantiebestemming heel dichtbij. Ja. Ja, en steeds meer mensen beginnen dat te ontdekken. Je hebt waarschijnlijk ambities voor jezelf gemaakt, hè, toen je hier binnenstapte. Wat wil je met West-Maasenwaal? Ik heb eigenlijk maar persoonlijk maar één ambitie. En dat is gewoon een hele goede burgemeester zijn voor West-Maasenwaal. Ja, goed. Maar en dan voor wie? Voor wie? Nou, voor de mensen. Ja. In die zin is er weinig verschil met Vincent van Eerbos als raadslid, als wethouder of als burgemeester. Ik doe mijn werk bij de gratie van de mensen waarvoor ik het mag doen. Ja. En... Natuurlijk, kijk, als burgemeester je hebt ook een portefeuille, je hebt een aantal aandachtspunten. Veiligheid. Veiligheid, openbare orde, samenwerking in de regio is belangrijk. Laten we het daar eens over hebben, over die samenwerking. Ja. Thomas Steenkamp was altijd de voorstander, een van je voorgangers, hij was eigenlijk de voorganger. Als burgemeester in West-Maasenwaal om aan te sluiten bij het rivierengebied. Mm-hmm. En niet zozeer de oren laten hangen naar... Knopen aan Nijmegen, zullen we maar zeggen. Eigenlijk valt West-Maasenwaal een beetje erbuiten wat dat betreft. Of zie je dat anders? Ja, of overal tussenin. Of staat overal middenin. Moeten er keuzes gemaakt gaan worden? Niks moet. Kijk, vanuit het perspectief van West-Maasenwaal... kunnen wij voor sommige vormen van samenwerking... en dat doen we ook, kijken naar het Rijk van Nijmegen... Beuningen, Doetewiegen, noem het op. Maar bijvoorbeeld een herindeling met die plaatsen waar sprake over is... Nee, daar is dus geen sprake van. Nee. Nee. Kijk, natuurlijk moet je altijd reëel zijn, realistisch zijn, niet naïef zijn. Op het moment dat jij jouw inwoners, de mensen waarvoor je het doet, niet meer op een adequate wijze van dienst kunt zijn als gemeentelijk apparaat, als lokale overheid, ja, dan moet je eens goed in de spiegel kijken. Maar gelukkig kunnen we dat. Ja, en het wil niet per se zeggen dat een herindeling, dat het beter wordt, hè, voor... Nee, het gebied zelf. Nee. Kijk, een herindeling is een middel om te komen tot en geen doel op zich. En het doel op zich is een adequate, fatsoenlijke dienstverlening. De regio Rivierenland. In Tiel heeft men moord en brand geschreeuwd. En in West-Maasenwaal eigenlijk ook wel een beetje over dat nieuwe afvalsysteem. Ja. Hoe staan jullie daar nu in? Want het gaat er gewoon komen. Kijk, natuurlijk... Het is mijn portefeuille niet. Nee, snap ik. Collega wethouder Ton de Vree is portefeuillehouder van afvalverwijdering. Ja, maar hoe ziet de gemeente West-Maasenwaal het zo? De gemeenteraad en het college zijn op zich heel duidelijk geweest van meet af aan. Dat een systeem is wat ons niet zint. En de gemeenteraad en college ook in het algemeen bestuursverband hebben ook duidelijk die stem laten horen. Hebben er ook niet mee ingestemd. Maar uiteindelijk is zoiets, die samenwerking... is een democratisch proces en dan telt de stem van de meerderheid. En volgens mij waren enkel Tiel en West-Maasenwaal degene die nee hebben gestemd en de rest ja. En dan moeten we het allemaal mee doen. En dan moet je met elkaar kijken. Dan ontstaat de situatie dat het ja is. En dan ga je met elkaar kijken hoe kunnen we dit dan zo goed mogelijk vorm gaan geven. Bestuurlijk? Dan kun je huilie doen of je kunt zeggen ja, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen. En zo is het. Ja.
Als je kijkt naar de bestuurlijke samenstelling in die raad van de gemeente West-Maas-en-Waal, hoe ziet dat eruit? Want van oudsher, heb ik begrepen, was het eigenlijk meer een CDA-conglomeraat in Nederland. Hè? Vandaar bijvoorbeeld Thomas Steenkamp, die hier burgemeester is geworden. Zijn vader heeft destijds vanuit heeft eigenlijk zo'n beetje het CDA opgezet. Ja. En nu is daar een zoon van de PvdA binnengekomen. Ja, ja. Tijden veranderen. Ja, dus. De eerste niet-kroonbenoemde, of zeg je dat niet, of de eerste kroonbenoemde niet KVP-burgemeester. Ja. Nou, kijk, dat zegt niet zoveel. Een burgemeester is partij onafhankelijk. Ja. En zo zit ik er ook, zo zit ik er ook in. Ik schaam me niks voor de partij waar ik lid van ben. Maar dat vindt geen weerklank in de wijze waarop dat ik mijn werk doe. Of de gemeenteraad voorzit. Samenstelling van de raad. Ja, wij kennen een bijzondere samenstelling met een federatie van dorpslijsten. En ik ken het systeem eigenlijk in andere gemeentes in Nederland niet zo. Hè? Dus dat je echt lijsten per dorp hebt, naast natuurlijk de landelijke partijen mm-hmm. Die meedoen, een VVD en een CDA en een SP. Doen ze aan de verkiezingen mee, ieder met echt een dorpslijst. En na die verkiezingen worden de rijen gesloten en vormen ze een federatie van dorpslijsten. Nou, wat ik heb gezien in de afgelopen 8 jaar is, en ook in samenwerking natuurlijk met die VVD, de huidige coalitie, maar de hele raad aan zich, ja, is dat men wel een heel stabiel gemeentebestuur heeft gevormd met elkaar. En dat stabiele gemeentebestuur, met natuurlijk de kritische noten die de oppositie ook heeft, ons ook wel voorspoed heeft gebracht. Is het misschien een stukje een vooruitlopen op hoe zeg maar, dat politieke spectrum eruit zou moeten komen te zien? En daar bedoel ik mee, hè, de verzuiling, dat is eigenlijk geweest. Dat je vroeger zei van nou, mijn vader werkt op de steenfabriek, dus hij is een arbeider, ik stem PvdA, duidelijk. Maar dat het eigenlijk veel meer gaat, anno nu, om de mensen die het moeten doen. Ik denk dat landelijke partijen moeten beseffen dat naarmate dat je steeds meer verantwoordelijkheden lokaal belegt, ook dat lokaal politieke speelveld zal veranderen. En natuurlijk, mensen die lokaal op een lijst staan, lokaal politiek actief zijn, stemmen ook landelijk en stemmen ook op een bepaalde partij. Maar het is helemaal niet erg dat je lokaal een gerichte opvatting hebt over dingen over zaken die lokaal spelen. En naarmate dat we in dit land meer naar die lokale overheid gaan brengen, mm-hmm. Ja, zal ook dat speelveld meer en meer veranderen. Dat is volgens mij heel logisch. Ja, oftewel. En dat kun je heel erg vinden. Nee, maar ja, nee. Het is iets wat gebeurt. Als je dan gaat weer kijkt, hè? Gaat uiteindelijk over gemeenteraden die met elkaar het beste voor die gemeenschap voor hebben. Ja, de mensen achter achter de zetel. Ja. Ja, net zoals wat je zelf al aangaf, wat jij graag wil zijn als burgemeester, dat niet iemand anders is dan die wethouder of dat raadslid wat je ooit geweest bent. Nee, ja, in die zin ben ik nog dezelfde. Ik heb een iets bredere en iets grotere verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Hey, toekomst? Je gaat natuurlijk niet vertellen van nou, ik zit hier een jaar of 4 of 8 en daarna stappen we naar een volgende plaats toe. Maar wat zijn jouw ambities wat dat betreft? Nou, ik heb dus, de ambitie die ik heb is gewoon een goede burgemeester van West-Maas en Waal zijn. En ik heb mijn persoonlijke doel in die zin half bereikt. Ik heb vertrouwen gekregen hier om burgemeester te mogen zijn. En vertrouwen vanuit het kabinet, de commissaris. En laat ik dat nou eens goed doen. We hebben een huis gekocht, we gaan verhuizen. Als ik het hier naar mijn zin heb, en ik heb het hier naar mijn zin. Ja, dat is opvallend, hè? Want dan vind ik het goed, hoor. Al jouw voorgangers, die zijn allemaal lang gebleven. Thomas Steenkamp, dat was toch het idee van, nou, die man, die wordt natuurlijk ook gevraagd voor de landelijke politiek. Maar die is altijd hier gebleven tot zijn pensioen. En dat was met burgemeester Maas was het ook. Kijk om je heen. Het is hier niet slecht. Het is hier heel erg goed. Ja, en oud-burgemeester Henk Pruppen woont ook nog in Beneden-Leeuwen. Die zie ik ook af en toe nog. Ja. Oftewel, uitdagingen genoeg. Ja. En de toekomst schijnt jou tegemoet wat dat betreft. Op een positieve manier. Ik geniet iedere dag dat ik... Kijk nog over die brug bij Beneden-Leeuwen. Dat is niet de brug bij Tiel natuurlijk. Dat is de brug bij Beneden-Leeuwen. Dat is logisch. Waar ik overheen rijd.
Daar geniet ik van. Ik geniet ervan als ik hier binnenkom. Ik geniet van de gesprekken met mensen. Ik geniet van alles wat deze gemeente, deze dorpen te bieden hebben aan feesten, partijen. Ik vind het ook fijn als ik op wat moeilijkere momenten een rol mag spelen. Ik geniet van iedere dag en zolang ik dat heb. Wat wens ik nog meer? Nee, ja. Nou, in ieder geval wensen we jou daar veel plezier bij. En ook in die regio Rivierenland om daar je stempel op te zetten. Dat is alleen maar goed, denk ik, voor het totale plaatje van deze regio. We gaan het zien. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan, jij bedankt.